Mevrouw de minister, collega's, de Witwoude is terug van nooit weg geweest. Gisteren kwamen ongeveer 20.000 betogers op straat. En dat terwijl hun collega's aan de slag waren in onze zorgcentra, in onze ziekenhuizen, in onze jeugdhulp, in de thuiszorg, de kinderopvang, in de gehandicaptenzorg, om voor onze mensen te zorgen. En hun noodkreet weerklonk luid en duidelijk in de straten van onze hoofdstad. Mevrouw de minister, ze hebben u hun bezorgdheid willen tonen. Hun bezorgdheid over het manifeste tekort aan collega's op de werkvloer. Hun bezorgdheid over het grote tekort aan werkingsmiddelen. Hun bezorgdheid over de grote uitval van de collega's op de werkvloer door de hoge werkdruk. Kort samengevat, collega's, ons zorgpersoneel moet te veel doen met te weinig collega's in te weinig tijd en met te weinig middelen. En dat zorgt voor grote frustraties bij het zorgpersoneel. Want één iets hebben ze allemaal gemeen. Ze willen de beste zorg geven aan al onze mensen. Dus mijn vraag is kort, mevrouw de minister. Wat zal u doen nu en op korte termijn om te zorgen voor voldoende personeel en ook voldoende werkingsmiddelen? Mevrouw de minister, het is inderdaad zo dat er al heel wat geïnvesteerd is de laatste jaren. Maar het was eigenlijk jammer dat hiervoor eerst een pandemie nodig was om tot inzicht te komen dat er meer geïnvesteerd moet worden in de zorg- en welzijnssector. Dus die extra investering was eigenlijk een inhaalbeweging. Dus mevrouw minister, hier moet zeker nog een vervolg komen. En de sociale partners die vragen terecht om een toekomstplan, een duidelijk investeringsplan voor de komende jaren. En het is goed te horen dat u daartoe bereid bent, maar ik hoorde ook dat u dit plan richting de volgende regering zal gaan. Dat betekent de vroegste 2025, mevrouw de minister. En dat is onaanvaardbaar, want deze crisis in de zorg zag men al jaren aankomen. Het beleid keek steeds weg. Dus de noden in deze sector zijn veel te groot. Structurele oplossingen die dringen zich nu op en er dient nu actie ondernomen te worden. Dan kom ik bij mijn bijkomende vraag. We krijgen signalen vanuit het werkveld dat ze niet genoeg of zelfs helemaal geen inspraak krijgen bij het nemen van beleidsbeslissingen. Ja, okay. Mijn concrete vraag, hoe gaat u ervoor zorgen dat de mensen van op de werkvloer meer inspraak krijgen bij die beleidsbeslissingen en welke initiatieven gaat u hiervoor nemen? Ik deel ook, dank u wel mevrouw de minister voor uw bijkomende antwoorden en ik deel ook de mening van collega's van de Castella en van collega Anaf dat de reacties van sommige parlementsleden hier schrijnend zijn. Maar mevrouw de minister, het is niet 5 voor 12, maar 5 na 12 voor deze crisis in de zorg. En daarom vraagt onze fractie vandaag samen met al het zorgpersoneel dat deze regering dringend in actie komt. We eisen een verlaging van de werkdruk, meer collega's op de werkvloer en de nodige tijd om kwalitatieve zorg en ondersteuning te kunnen geven. Onze fractie vraagt dat de regering luistert naar de mensen in de zorg. Geef de mensen op de werkvloer meer inspraak als er beslissingen genomen worden. Zorg nu voor aantrekkelijke werkomstandigheden, zodat werken in de zorg terug aantrekkelijk wordt. En dit niet alleen voor onze zorgpersoneel, maar ook voor al onze dierbaren die verzorgd worden.